Je bent niet te laat. Het maakt me niet uit hoe oud je bent en welk huis je woont, welke auto je rijdt, welke baan je hebt, welke partner je hebt. Je bent niet te laat. Misschien denk je dat jij op een bepaalde leeftijd bepaalde zaken op orde moet hebben. Want dat is wat de maatschappij je heeft wijsgemaakt. Ja, op een gegeven moment ben je 30 en dan weet je hoe het gaat, hè? Huisje, boompje, beestje. En als jij dat niet hebt, dan denk jij dat er iets mis is met jou. Maar dat is één grote bullshit. Is bullshit. Jij kan tot je 50ste op zoek zijn naar liefde en het nooit gevonden hebben. En op je 56ste vind je de liefde van je leven. Jij kan tot je 40ste op een baan hebben gezeten die je eigenlijk helemaal niet wou. Maar je deed het omdat je rond moest komen. En je passie was er totaal niet. En op je 43ste vind je jezelf uit. Als je zegt dat je te laat bent, dan denk je dus dat er ergens een eindbestemming is. Maar in het leven is er geen eindbestemming. De reis is de bestemming. De eindbestemming is je fucking graf. Dus als je daar snel wil komen, moet je van de flat springen. Ja, dan ben je er. Maar er is niks waar je moet komen. Je bent niet te laat. Weet je wat je doet? Je vergelijkt jezelf met de mensen om je heen. En als je je vergelijkt met mensen die het beter dan jou doen, in jouw optiek, dan denk je dat je achterloopt. Vergelijk je jezelf met mensen die achter op jou lopen, dan denk je dat je superieur bent. Beide is een illusie. Want de enige persoon die je moet verslaan is niet de persoon die links van je is of rechts van je is. De persoon die je moet verslaan is de persoon die je gisteren was. En luister, nieuwsflash, soms lukt je dat en soms niet. De weg naar jouw eindbestemming, die gaat niet zo. Die gaat je bent niet te laat, je bent precies waar je hoort te zijn. En als je niet wil waar je nu bent, dan doe er wat aan. Vind balans tussen het streven naar verbetering en het content zijn met de persoon die je nu bent.